Ik wou jullie deze uitbreidingswijk van Sertogenbosch laten zien. En het is een gewone Phoenix-locatie. Jullie weten ook hoe vroeger in Nederland uitbreidingswijken werden gemaakt. Dat je rolde gewoon als een soort tapijt. Rolde je dus de partieke etageflats en dan nog wat eengezinswoningen ertussen. Een schooltje, een kleuter. En dat rolde je uit over het weiland. Op het eind van de 20e eeuw was iedereen dat eigenlijk zat. En dan willen we dus een ander idee voor die uitbreidingswijken. En hoe ga je dat dan doen op zo'n manier dat het anders is dan wat we gewend waren? En hier, ze hebben namelijk al die woningen geconcentreerd in een paar kastelen. En daartussen is dus groen. En dat groen is deels ingericht als golfbaan. Dat zou voor jou heerlijk zijn, ja, Maarten. Samen met Winnie. Ja, echt zonde van de ruimte. Iedere avond zou je in een paar holes kunnen gaan slaan, zoals dat heet. Hartstikke leuk, Maarten. En beveling ten top. Golfen, ja, lijkt mij ook verschrikkelijk. Dus, en het zit heel vernuftig in elkaar, want in het metselwerk heeft hij geprobeerd om het, zeg maar, oud te maken, dat er stukjes ingemetseld zijn. Zogenaamde vernieuwing. Dat heet bij restauratie heet dat inboeten. Oh. Dat je er dus nieuwe stenen inzet op plekken waar stenen rot zijn. Krankzinnig lelijk geheel. Kijk, iedereen wil in de kasteel. Heb je iets lelijks gezien? Oh, ik vind het niet lelijk. Ontzettend lelijk. Het is wel mooi metselwerk ook. Ontzettend lelijk. Mooie baksteen is er gebruikt. Ja, dat vind ik ook niet. Maar duur. Dat verspringen vind ik niet mooi. Op zichzelf kan ik me best voorstellen dat het leuk wonen is. Maar ik heb wel de indruk dat je in the middle of nowhere woont. Ik moet zeggen, het is fantasievol gedaan. Absoluut. Toch? Ja. Ik vind het lachwekkend leuk. Vindt wel leuk. Ach, ik ga even op dit bankje zitten. Jongen. Ja, dat mag ze eens. Ja, ga je maar zitten. Het krijgt mijn Fiat. Niet dat het zijn ene bal interesseert, maar het krijgt mijn Fiat. Is dit positief gerecenseerd in de architectenwereld? Nou, dat is altijd heel mixed in Nederland. Hè. Je hebt nog altijd de fanatieke haters die dit systematisch kapot schrijven. Die willen toch liever modernisme. Ja, en zo zoetjes aan is er dus ook. Vooral namelijk, ook dat is natuurlijk het pijnlijke, dat de markt, zoals het heet... Ja, die wil het wel. Die wil dit dolgraag, ja. Het verkoopt als warme broodjes. Ja. Ja, de vraag is natuurlijk van, willen die mensen in een kasteel wonen? Nou, kan ik mij voorstellen dat vanaf de buitenkant kun je er dus heel moeilijk inkomen. Ja. Misschien speelt dat een rol, maar ik denk dat ook hier er een zekere meerwaarde is van, je woont hier in iets bijzonders. Ja,